met Petra. Ja. Ja, Jan trouwens. Goedemorgen. Mooi. Wij kunnen eigenlijk niet anders, hè, begreep ik van jou. Nee. Ik vind even dat je naar Ten Boer moet, naar Lennart. Jongetje van het vissen natuurlijk. Ja, die heeft zoveel reacties gehad. En een miljoen mensen heeft het bereikt, hè, dat hele bericht. 1 miljoen. Je weet, ik was een beetje huiverig, want ik vond het goed genoeg. Zo, ik was ook die uitmelking zoiets. Maar nee. Inmiddels zoveel reacties. Ja, zoveel hoorde aanbiedingen. Ik ook gisteren op televisie zeggen. Ja, aanbiedingen uit België. Internationale visser Herwin Quint. Die wil Herwin Quint? Opnemen. Herwin Quint, ja. Oké, okay. Ik ken hem niet hoor. Maar... En heel veel lieve berichtjes. Dus wij gaan nog een keer naar Lennart toe in zijn boek. Oké. Ja? Ik zou zo zeggen, Jan, daar gaan we. Ja, je moet eerst instappen. Dan kan ik pas een reisje maken. Oké, okay, goed. Anderhalve meter. Petra is een roodbosje, zie je dat? Die moet echt de garage uit. Doe je best. Sorry hoor. Een momentje hoor. Ja. Hij is al weg. Die brengt geluk toch, zwarte kraai? Ja, het ging om een roodbosje. Er is altijd een regen. Hij zit voor het raam. Oh ja. Kijk. Ja. De brembrood op mij, Lennart. We komen eraan. Half op de stoep of zo? Alles is vol hier, hè? Je hebt wel genoeg bekijks in ieder geval, Ronnie. Zal ik hem gewoon daar maar in mijn opzet? Kan je hem zo boven? Ja, doe maar. Ik zeg wel ho. Doe maar. Toe maar. Nee. Hoi. We staan. Zijn we weer, Lennart? Ja. Hè? Ja. Vorige keer kwam ik jou toevallig tegen. Bij de brug. Bij de brug? Ja. Dat heeft nogal wat gevolgen gehad, geloof ik, hè? Ja. Ja. Zullen we er even over praten? Ja, kom verder. Oké. Okay. Ik heb een koffie zetten. Oh, kijk. En een koffiekloor. Nou, kijk eens aan. Dus jij dat koffie gezet, Mio? Ja. Wat een tent, ja. Wat is er allemaal gebeurd, Lennart, sinds de uitzending? Reactie echt. En ook wel dat ik met mensen mee mag gaan vissen en zo. Ik heb ook een pakketje binnengekregen van Sportvisserij Nederland. Ik mag in België komen vissen. Ik mag ook nog met Herwin Quint op pad mee gaan vissen. Het hele bekende, hè? Ja. Ik heb hier een mondkapje. Een tekentank, zeg maar, omdat je wel naar buiten gaat. En omdat je soms ook naar de natuur gaat. Als je dan een teken hebt, dan kun je zo je teek verwijderen. Ja. Gewoon een visstang. Altijd handig. Ja. Dan kun je de vis al waken. Ja. Meetlintje. Altijd leuk om de vis op te meten. Ja. Want we willen natuurlijk grote records verbreken. Je bent uitgenodigd dus in België. Ja. Je bent ook uitgenodigd om een hele bekende visser te gaan vloggen. Ja. Maak je daar ook gebruik van of heb je daar geen tijd voor? We gaan sowieso één video maken en dat komt dan op het Facebook-kanaal van HSV Ons Visje of zoiets. Komt dat op te staan. Ja. En dan gaat hij zeg maar mij interviewen. Dan zit ik daar te vissen en dan komt hij langs. En dan, dan gaat hij mij een beetje vragen stellen en zo over hoe ik dan ga vissen, zeg maar. Wat vindt moeders daarvan? Ja, ik vind het een beetje een dubbel verhaal natuurlijk. Ja. Het is zijn liefde voor de visserij. En aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zijn vader is overleden. Ja. Dus dat maakt het een beetje dubbel beladen. Dus maar ja, al die reacties op Facebook, ik heb ze bijna allemaal gelezen. En ik word er dus ook een beetje emotioneel van. Maar ja, ik vind het fantastisch voor hem. Het waren hele lieve reacties met name. Ja. Ja, zeker. Maar ook mensen die misschien hetzelfde mee hebben gemaakt als Lennart. Die reacties stonden er ook bij. Dat mensen zich daarin konden vinden. Want daar vertelde je over natuurlijk, hè, over je vader. Ja. Hè? Dat jullie altijd samen gingen vissen. Ja. Dat je daardoor ook nog aan hem denkt. Ja, dat maakte het emotioneel natuurlijk. Ja, dat was het. Ja, dat klopt. En het is nog niet zo lang geleden. Hè? 12 oktober is hij overleden. Dus het is allemaal nog heel vers. Ja. Dat je een beetje nat oom krijgt, maar ik ook hoor. Dus,
Ja. Ja. Ja, hoe ik hier al ben, ja. Hè? Ja. Zijn er ook foto's van dat je met papa aan het vissen bent? Want dat zou wel mooi zijn. Ja, op de telefoon, denk ik. Hier vindt hij een dikke snoekbaas. Want jullie zitten elkaar dan op de foto, hè, als je een vis gevangen hebt. Ja, we zitten elkaar op de foto. Hier was bij Hamburger Vijver. En dan vindt hij een karper. En dan was ik met een vriend en wij vinden niks. Hij komt eraan en gooit één keer zijn hengel in en hij ving dan weer een vis. Oh, dat vond hij natuurlijk weer helemaal grappig. Ja. Maar ik mocht altijd meestal met zijn vissen, zeg maar, ook op de foto. Ik hoor het al. Ja, je hebt een geweldige verhalen. Ja. Hè? Ja. Voordat we verder gaan, Jan. Ja. We hebben een eland aan de telefoon. Een eland? Nou, laat eens zien. Ja, dag Petra. Hoi. Jongen. Ja, mocht ze wel het feest ik dacht gaan. Als jullie hier waren geweest, dan hadden jullie echt even meegeoefend om dit zo hierop te krijgen. Jongen, moeilijk hè? Het is heel moeilijk. Ja! Nou, kijk eens aan. 1 punt voor jou. Nou ja, ik heb een tip voor jullie, want nu jullie toch in Ten Boer zijn, dan kregen we een bericht van Anita Pinkster. En haar dochter Mandy Nijboer, die heeft meegedaan met I Can See Your Voice. Ja. En dat is zo'n programma, hè? Dan moet je kijken of ze iemand kan zingen of niet. Dus ik verklap niet of zij kan zingen of niet. Dus moet je maar zelf even achterkomen. Okay. Interview, dus. Ja. Kijk of ze kan zingen. Ja, precies. Hè? Ja, doe maar. Okay. Nou, dankjewel, hè. Ja, ach, leuk man. Wordt uitgezwaaid in Ten Boer. Doeg. Oh. Mooi. En daar nog heen. Achteruit met aanhanger is altijd ingewikkeld. Yo. Jan, de kerstboom van Ten Boer. De kerstboom van Ten Boer? Ja. Oh, daar. Kijk. Die periode krijgen we weer. De is dat zo? Elke gemeente en plaats van een kerstboom krijgt. Ja. Die willen ze dan ook in mijn beeld brengen, natuurlijk. Hè? Ja, uiteraard. Ik doe dus mijn best. Je zit zelf zo even zeker van. Ik doe mijn best. Er even van. Hier sowieso. Ik doe mijn best. De kerstboom en Ten Boer. Ja. I can see your voice. Yes. Ik kan een beetje zeggen, ja, maar nee. Nee, dat wil je niet horen. Oké. Okay. Maar misschien kunnen we wel straks de backing vocals doen. Ja, toch? Voor de plaatjes kijken. Die hebben een hond in de vensterbak. Een levendige? Een levendige hond in de vensterbak. Ja, hij beweegt niet. Zeg je wel, Jan. Hij beweegt niet. Jawel hoor. Nee. Hij zit me aan te kijken. Wacht, ik hoor het. Ik hoor je wat. Ik hoor het. Oké. Okay. Hey, man. Oh. Op zoek naar Mandy. Nou, wat een welkom. Ik heb er een week om. Het ziet er niet uit, jongens. Jullie vallen zo zeggen. Dit is echt vreselijk van jullie. Dus ja. Bij RTV Noord sta je altijd lullig op tv. Ja, nee, dit ziet er zo huiselijk en knus uit. Ik heb het zelf nog nooit gezien, maar dat is een programma. Daar moet je zingen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Nou, je hebt meerdere rondes. En de eerste ronde dan vertelt Carlo Boshart gewoon, nou ja, wat over wie je bent en wat je doet. En dat hoeft niet waar te zijn. Maar ze proberen natuurlijk een panel op het verkeerde spoor te zetten. En wij waren met zessen. En met ons zessen waren er 3 die wel konden zingen en 3 die niet konden zingen. Alleen, dat panel wist dat niet. Nee. Dus de eerste ronde, dan gaan zij al op gevoel kiezen van wie gaat er wel of niet door. Want wie vinden wij die wel of niet kan zingen? Nou, toen mocht ik gelukkig blijven staan. En als je dan afvalt, dan laat je inderdaad zien of je wel of niet kan zingen. Heb je nog een stukje op de computer of zo, of op je telefoon? Ik heb wel een stukje op mijn telefoon. Dat je dat er één bij pakt, want ik dat is misschien wel even leuk dat we dat even zien. Oké, okay, nou, hier. Oké, okay, wacht even, hè. Het is Mandy. En dan gaat het erom of je wel kunt zingen of niet kunt zingen. Maar jij kunt zingen, ja. Ja, dat klopt. Jongen, ik hou er nog heen bij. Wacht even. Ja. Jongen, wat een stem. Met een staande ovatie erbij. Ja. De tweede ronde ga je dus playbacken. Ja. En als je kan zingen, playback je op je eigen stem. En als je niet kan zingen, dan wordt dat nummer voor je ingezongen door iemand die wel kan zingen. Dus dat was ook wel leuk. En zij waren niet overtuigd van mijn playbackkunsten. Nee. Maar goed, ik vind playbacken ook niet zo heel erg leuk. Dus toen daarna was ik eruit en mocht ik zingen. Dus dat was dit nummer. Ja. En Mandy, ja. Is dit jouw landelijke doorbraak? Dat weet ik niet. Dat zou mooi zijn. Maar
Het is voor mij was het gewoon, ik ben gevraagd om mee te doen met het programma. En het was voor mij gewoon een hele leuke ervaring. Ja. En, ben jij zangeres of zit je in een band? Of... Ja, ik zit in een band en ik ben zangeres. Ik zing in 10 Speed. En jullie hebben mij ook al een keer eerder gefilmd bij het Heijmans Centrum op de Hoogwerker met de corona. Dat was ik ook? Ja. Kun je straks ook bij hem zingen? Ja, maar zullen, kom maar even bij. Zullen we dan eerst even een koffie? Eerst koffie. En dan gaan we daarna naar hem zingen. Ja. Ja. Nou ja, we gaan dus even luisteren naar Mandy Nijboer. Ja, spannend. 23 weken zwanger trouwens. En je kunt zingen. Laat maar horen, dat zo zeg. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. In the shallow, we're far from the shallow now. Ja, geweldig. Mooi man, succes met je carrière. Ook nog maar even naar de overbuurman Jan, hè? Ja, dat hebben we al gezien, hè? Ja, de hondjes in de vensterbank. Links er nog? Ja, die ene ligt er nog. Even kijken, aanbellen. Oh, dat is hij al, ja. Hebben jullie nog buurtreactie op Mandy? Ja, nou Mandy, die maakt ons ook een attent op de overbuurman. U bent Jan. Ik ben Jan, ja. Ja. De man van de hond. Honden. Honden, ja, ook. Ja. En vroeger boven Jan. Ja. Aan de Grote Markt. Inderdaad, dat is... Ja, ja. Ja, die Jan. Ja. En Jan, ja. Mogen we erin inkomen. Maar wij vonden dat zo'n mooi plaatje dat de honden bij jou gewoon in de vensterbank liggen. Dat mag, maar als je nieuw bent, want dat duurt ook maar 10 minuutjes of zo, maar het zijn een paar ruigpoot. Dat zeg ik even. Dus, is het een Amerikaanse boel, klopt dat? Nee, het zijn Old English Bulldog. Old English Bulldog. Ze komen uit een inbeslagname van 2018, waar ze toen in Woerden was dat, geloof ik. Maar er zijn toen meer dan 100 van dit soort honden in beslag genomen. En, een broodfokker? Dat mag je wel zeggen, ja. Dat doe je niet meer voor je hobby. Nee. Ze zijn lief, ze bijten niet of zo. Dus, maar ze zijn een beetje druk. Ze zijn heel druk, dat zeg ik er een bij. Dat mag je wel doen. Ja, wij zijn heel rustig. Dat is ook Ja. Ik laat je wel even voorop. Rust. Nou, je zit van allemaal mee, ja. Met het lampje bekijken, hè. Hallo, hallo. Kijk. Want ze zijn eigenlijk nu heel rustig voor hun doen, hoor. Normaal zijn ze veel drukker en opgefokt. Dus dit is het verhaal van de broodfokker. Hoe trof jij de honden aan dan? Ik trof ze niet aan. Ze zijn in beslag genomen gewoon en uiteindelijk in de dierenbescherming gekomen. Ik heb zelf een 7-tal jaren ook als vrijwilliger op het dierenasiel in Zuidwolde gewerkt. De honden waren zwaar verwaarloosd. Ja, ze waren doodziek. Als ze daar waren gebleven, hadden ze niet geleefd. Nee. Wij waren net weer aan een hond toe. Nou, toen kwamen deze twee door die in beslag namen in Zuidwolde in het asiel terecht. En zo is het gekomen. Ja. Ze horen bij elkaar, die moet je ook nooit uit elkaar halen. Ja, het is een beetje spannend, hè? Ja. Camera erop. Ik kom Oh. Hey Jan, jij bent dus van boven. Jan, jij was van boven. Ja, ja. He, dus inderdaad, het café aan de Grote Markt. Ja. Waarom ben jij gestopt? Nou, we kregen op een gegeven moment ook vrij substantieel zorg over 3 kleinkinderen. Ik ga tweede van zo weer ophalen. Ik heb hem er ook bij, hoor. En het was voor ons een beetje van... kinderen kun je niet weggooien, een bedrijf wel. Achteraf, nu met die hele ellende rond corona en dat soort zaken. Hebben we eigenlijk mazzel gehad. Ja. Want anders had ik hier niet vrolijk gezeten, denk ik. Nou, heel eerlijk. Als type hond, ik zou bijna zeggen, ze mogen niet gefokt worden. Die reu die heeft ondertussen geen kruisbanden meer achter. Nee. Daar heeft hij metaal in zijn knieën zitten. En als je het gebit ook bekijkt, er zitten zoveel manco's aan fysiek. Ja. Oh, lekker jongens, hè? Hey. Ja. Gaat lekker, hè? Ja. Hey. Je vrienden maken het leuk, joh. Hey. Je tong in het oor. Oh, man.
Het ziet er stoer uit, maar ze moeten deze honden niet meer fokken. Grassie. Maar ze zijn wel heel lief. Hé, hey, jammer, je hebt een nieuw vriend. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Nou, maar duidelijk zijn, ja. Daar zijn dus geen beeldjes in de vensterbank. Nee. Kijk eens. Ja, ze zijn aan het zwaaien. Waar? Hier, rechts. Twee lege zinnen zijn aan het zwaaien. Oh, ze lopen nog heel snel weg. Nee, ze rennen naar ons toe, zeker? Hallo? Mooi. Oh, dan moeten we maar even parkeren. Kijk, wat een gezelligheid. Even parkeren. Ja. Even parkeren. Jij kan dat, hè, parkeren. Heb je vaak gedaan. Ik denk, want ik zit hem daar wel in. Ik zit hem daar wel in. Even wat meer ruimte. Jullie waren zo mooi aan het zwaaien voor het raam. En daarna rennen je snel naar de camera toe. Onze ouders die zagen jullie net langs rijden. Ja. En dan zagen we jullie daar keren en zijn we voor trouw gaan staan. Oké, goed. Wat is dat voor een schuur? Als ik hem... Dat is om auto's te maken. Is papa of mama er ook? Ja, ze zijn allebei binnen. Allebei binnen. En ondertussen is de auto aan. Ja. Ja. Hier moet je het zien. Dan gaan we ook hem naar binnen toe. Mag dat of niet? En met papa en mama toe? Ik ga wel lekker vragen. Ja? Vraag maar eens even. Kijk, daar staat op Jan. De werkplaats van papa. Ja. Wat papa durft niet. Durft niet. Ah, je wel toch, papa. Kom papa, waar ben je papa? Papa ja, moet rugby, hè? Ja. Ik zeg van, het is misschien een snuffelschuur of zo. Want, nee, het is geen snuffelschuur. Het is geen snuffelschuur. Nee. Mag er een stukje in staan? Mag ja, uit? Ja, kun je metlopen, net of nou? Ik heb het eigenlijk toch bij de buurt met een boom aan snoeien. Bij de buurt met een boom aan snoeien. Is dit hobby of is dit jong waard? Nee, hobby. Wat zucht er nu echt als een garage eigenlijk? Ja, als een bende. Je moet zeggen, zul. Ja, dat klopt. En wat is de hobby? Ach, van alles wat, hè? Ja. Nou, ik kijk me naartoe, ben ze bezig met de boompjes. Ja, we willen meteen naar de buurt. Ja, we blijven lekker hier. Ik denk van hem weg. Hier hangen ook boompjes trouwens. Ja? Ik weet niet wat voor boompjes er ben. Kruin. Oh, gaan we naar buiten? Ja, die moet er snel weer uit. Hij zal wel denken, weg met die rommel. Oh, jee. Wie waren bij deze man in de garage? Ja, maar hij wil ons er snel weer uit, die achter. Ja. Deze staat in de wegen, deze boom. Ja, nee, die is dood. Oh, die is dood? Ja, door hem maar de onderste boom. En je hebt hem al deur zocht? Ja hoor, kijk maar door. Oh ja, kijk. Waar zit die? Ja, nee, hier aan, kijk. Ja. En nou ben je dus bezig met spambam, denk ik, om hem... De schade weer op te trekken. Ja. Oké. Okay. Deze komt niet in de komen, dus. Nee. Nee. Met de band erin en de piek eraf. Nee. Die met een tak erop, dan kunnen er nooit veel meenemen. Dat is zo. Oh, ja. Nou. Ja. Floor, er is hem. Ik ben Petra, ja. Altijd gezellig. En Petra is nu zichzelf. Ik dacht eerst van, wat zal ze nou weer op hebben? Kijk. Maar het alleen... moet ook een beetje verrassing blijven. Zo, dat toch? Is zo. Dat is zo. Zeg het niet echt. Nou, ik vind dat jullie wel even naar Sappemeer mogen gaan. Want dit weekend stopt en vertrekt er voor het laatst een trein op station Sappemeer-Oost. Allemaal te maken met een nieuwe snelverbinding naar Winschoten. Dus ga daar maar heen, want bewoners staan daar en die hebben vast allemaal wel verhalen en meningen. Ja, ik weet dat hij vannacht eigenlijk voor het laatst gaat... Maar straks is dat een soort officieel afscheid, toch? Ja. Ja. En dan moet jij wel even bij zijn. Nou, we wachten op de laatste symbolische trein, hè, in dit geval. Ja, daar wacht ik op, ja. Ja. Vind je het jammer? Ja, heel jammer. Ja. Want? Nou ja, een stukje een beleving hier op Zatmeer. Want het was ook een belevenis, dat het in toch een trein stond? Ja, nou ja, dit is al een tijdje, ik weet niet hoe lang, misschien wel 80, 100 jaar dat die een trein kwam. Ja. En nou is het nog een keer daarover. Ja, 1887, laat ik. Ach, nou misschien nog veel langer. En er is hier altijd wat te beleven. Altijd bedrijvigheid. Dus loopt altijd wat. Morgen vroeg tot 's avonds, laat tot midden in de nacht. En, ja, nooit probleem of wat dan ook. Ja, het is gewoon zonde voor al die mensen die... Vertrijden een beetje reuring. Ja. Om duur hoor je hem niet meer ben. Maar het is gewoon leuk. Dan komt hij erin, dan komt er weer een ander. De goede trein, alles blijft wel. Maar het stopt niet meer. En dat is eigenlijk best wel jammer. Ja, en als ik je vroeg wat je ervan vind, ja, ik word het antwoord wel, denk ik. Het begint met een K en eindigt op een N. Het is niet zo'n open. Ja.
Ja, dat vinden we ervan. Lok het hele geur zeker. Het is gewoon verschrikkelijk. Nooit zozeer, alleen nog dat is de stationstop. Natuurlijk, het is de snelste en de beste verbinding die we kriegen kennen. Maar wat we er meer van vinden, is dat we in heel Sapmeer tot aan ene Zuurbrouw, tot aan ene Noordbrouw, de totaal geen openbaar vervoer meer overblijft. Nee. Hou zo grun bereikbaar. Wie ben nooit meer bereikbaar? Ja, het andere station ligt 1900 meter verderop. Ja. Kijk, 2 kilometer is op zich niet zo ver. Maar er zijn mensen die komen in Zuurbrouw en die moeten 6 kilometer, dus het wordt 8 kilometer. Ja. Nou probeer, die lui die door in stad wonen, die trekken ergens een pennenstreep en die vindt het allemaal wel mooi. Maar die hebben om elke 400 meter op elke hout van de straat, hebben ze een bus of wat dan ook, wat rit elke 10 minuten. Wie hebben hier een hele dag niks. Nee. Helemaal niks meer. Wat gaat hier nou mee gebeuren nou? Wat hiermee gaat gebeuren? Ja. Alles wordt afgebroken. Dus alles gaat op een duur, ja, nergens bij. Andere overweggang, alles wordt vlak gemaakt waarschijnlijk. Hokjes en zo begint ze allemaal mee, dat gaat allemaal weg. Dus het wordt eigenlijk een beetje een dode boel eigenlijk, denk ik. Dus, ja. Wat gaat er gebeuren straks? Wat gooi je dan? Nou, we nemen even een bakje troost, nemen we hier. Omdat ons dus, we zitten zonder, we zijn zeer verdraaid, we vallen ons echt in de kool zet. En we nemen er een hartverstakertje bij, omdat we zo in de kool stonden, dat we hier verkleumen zo langzamerhand. De trein komt eraan, ja. Ja. Dat is een bedoopbare zijn dat gezegd. De laatste trein vanuit Sappemeer. En hoop dat er vlot een oplossing komt dat we hier in Sappemeer en omgeving, ook op platteland, nog redelijke openbaar vervoerverbinding kring met elkaar. En nou, een duik kleur is Tsoebol. Stoelkapers zit nog voor. Giovanni, ja, dat was hem. De eerste trein. Dit was hem trouwens ook. Dit was Expeditie Grun. Ik ben weer de weer. Voor de trein, nou.